Dat paardrijden een hobby is van velen, dat staat vast. Maar een speciaal opgeleid paard kan van enorme toegevoegde waarde zijn voor minder valide. Stichting CAP uit Nijmegen is een zorgmanege waar mensen met een beperking kunnen paardrijden. Paardrijden kan heel mooi voor rust zorgen. Kinderen die zich onrustig voelen, niet goed weten waar moet ik naartoe, ga naar een paard toe. Dat paard gaat niet onrustig meedoen, die is gewoon de rust zelf. Je aait het paard en je voelt de rust komen. Maar ook het zitten op het paard geeft ook heel veel ontspanning. Deze paarden zijn anders dan andere. Reguliere paarden die je op wedstrijdsport ziet, die schrikken al als er een vogel uit de bosjes komt. Bij ons kan je bijna een pistool afschieten en dan schrikken ze nog niet. Of je een beperking hebt of niet, iedereen is welkom bij CAP om paard te rijden. Ouders en kinderen zijn blij met de manier van werken. Ik vind het belangrijk dat mijn dochter ook delen van de maatschappij ziet die ze misschien thuis of op school niet zo snel ziet. Voor mij betekent het ook meteen dat de begeleiding die hier is gewoon heel goed is met kinderen en dat merk je meteen. Ik vind paardrijden heel leuk omdat je dan op een heel groot paard mag en dat je je dan heel groot voelt. Ja, dat vindt ze heerlijk. Ja, wordt ze heel blij van. Ja. En vooral als ze mag galopperen, dat voelt heel vrij, zegt ze altijd. Tijdens de meivakantie zijn er extra activiteiten voor kinderen te beleven. In de meivakantie hebben we meifeesten, zoals we dat noemen. En dat betekent dat kinderen een hele dag bij ons kunnen zijn om allerlei leuke activiteiten met paarden te doen. En daar komen kinderen met en zonder beperking naartoe.